Hallo allemaal. Het inkuilen van de tweede snede hadden we op vrijdag 7 juli net voor het melken klaar. En na het melken gaan we de graskuil afwerken. Ik schuif hier eerst met de avant het gras wat eigenlijk voor de bult ligt wat op. En dat breng ik naar de linkerkant waar minder ligt. Zo is de voorkant ook weer mooi recht. En dan rijd ik het ook meteen wat aan. En ondertussen wordt door mevrouw de bovenkant mooi glad geharkt, zodat het plastic straks er mooi strak overheen komt en er geen lucht onder blijft zitten. Hier zie je dat ik het losliggende gras wat ik er net opkiepte mooi even vastrijd met de vand. Wel niet met zo'n grote shovel als de loonwerker deed, maar dit gaat ook prima. En om de bult, naast de bult, voor de bult, wordt alles netjes gemaakt, geharkt, geveegd. En alle beelden in deze video zijn gefilmd door de jongste dochter. Hier staat ze boven op de bult. En dan zover dat het plastic erop kan. We maken de rol los. Schermplastic wat om de rol zit eraf. En dan trekken we het plastic over de hele bult heen. En als we dat gedaan hebben, dan wordt het plastic van de rol afgesneden. En dan kunnen we beginnen met het uitvouwen van het plastic. Ik krijg wel eens de opmerking van: waarom doen jullie niet de witte kant naar boven? Nou, wij doen het altijd zo. En dat bevalt ons ook prima. Er stond overdag best wel wat wind, maar ook is dat gelukkig wat afgezakt. Want als er veel wind staat, dan is het lastig om het plastic uit te vouwen, want dan waait het zo van de bult af. Maar ook nu nog moeten we het wel goed vast blijven houden, zoals je ziet. En we moeten ook voorzichtig met het plastic doen, er mogen geen gaatjes in komen. Want dan komt de lucht bij het voer en dan komt de broei en bederf. En als dan dit nieuwe plastic over de bult heen getrokken is, dan doen we ook ter bescherming weer een oude laag plastic eroverheen. En als die er één keer overheen ligt, dan blijft het onderste meestal ook meteen wat beter er liggen. Hier hebben we een oud stuk kleed. We hebben het eerst ook uitgevouwen en nu trekken we het eroverheen helemaal naar het achtereind. En dan moet er vooraan nog een stuk bij aan. En als we achteraan zijn, dan leggen we eerst dit kleed goed vast. De vant erbij om grond langs de zijkant van de bult te brengen. Het kleed wordt meteen goed omgevouwen, zodat het er allemaal strak uit komt te zien. Als de ene kant vast ligt, dan ook meteen de andere kant. Hier vooraan dat nieuwe plastic, maar achteraan ligt het oude stuk eroverheen. En hier het tweede oude kleed dat er over de voorste helft ingetrokken wordt. En die tweede die trekken we altijd weer iets onder de eerste, zodat bij het afloop van regenwater dat niet tussen het plastic komt. En daarom ga ik zelf op de bult, op blote voeten. En geef ik aanwijzingen en mijn zoon die legt ook meteen het tweede kleed goed vast door grond langs de zijkanten te brengen. En dan 2 dagen later weer regen op het droge land, maar hier ook op de stoep, daar zijn we dankbaar voor.